Nou, wij zijn met een case bezig voor de Nationale Hypotheekgarantie. De Nationale Hypotheekgarantie verstrekt garanties voor mensen die een huis kopen. En als hun huis onder water komt te staan, dan zorgt de Nationale Hypotheekgarantie ervoor dat zij dat kunnen bekostigen. Het team heeft vandaag gekeken naar al onze data van 1,6 miljoen klanten. Of er voorspelbare waarde in zit of mensen in problemen gaan komen ooit. Onder een garantie zit een lening die iemand heeft afgesloten, een bepaalde hypotheek bij een van de banken. Een consument kan voldoen aan bepaalde voorwaarden, heeft bepaalde kenmerken. En de Nationale Hypotheekgarantie is dus juist benieuwd naar of we aan de hand van die kenmerken kunnen zien of iemand een hoger risico heeft om in een betaalachterstand te komen. Of dat iemand dat juist niet heeft. Ja. De uitdaging is dat wij zoveel data hebben dat we eigenlijk altijd gewend zijn om terug te kijken. Achteraf weet je of iemand in het probleem is gekomen. Maar hoe mooi zou het zijn als ik van tevoren al een inschatting kan maken, misschien kom jij wel ooit in problemen. Ja, dan kunnen we ook echt betekenis daaraan geven. Ja.